Doei. Goedemorgen, het is vrijdag. Ik kon gisteravond niet goed in slaap komen, want ik heb gisteren heel de dag namelijk een probleem gehad met het exporteren van een video. Op het moment dat ik hem heb bewerkt, gaat alles helemaal perfect, loopt hij helemaal netjes en keurig. Maar op het moment dat hij geëxporteerd is en ik hem dan aanzet om hem nog eens eventjes te controleren en te bekijken, dan gaat het helemaal fout. Heel de dag geprobeerd, geen idee waardoor het fout gaat. Ik doe eigenlijk alles hetzelfde, dacht ik, als bij de andere video's. Dus ik ben bij de laatste video toch even terug gaan kijken. Zie ik 1 milliseconde dat ik ergens iets anders heb gedaan dan bij deze. Dus dat heb ik vanmorgen veranderd. En hij is nu aan het exporteren. Nog 53 minuten en hoop ik dat het opgelost is. Anders weet ik echt niet welke fout. Want ik heb gisteravond in bed, omdat ik niet kon slapen, ook gewoon voor haar af zitten kijken. En in het Engels zitten bekijken. En ja, filmpjes zitten kijken over wat ik fout aan het doen ben. En ja, geen idee. Dus laten we hopen dat het gelukt is. Joris is onderweg naar kantoor. En ik hoop dat hij een beetje op tijd thuis is. Vandaag tussen 6 en 8 vanavond organiseert Dolfijn en Rem de Radio van Curaçao namelijk een happy hour. Dus het leek me wel leuk om daar een soort van aan mee te doen. Aangezien we deze zomer eigenlijk naar Curaçao zouden gaan. Maar of dat doorgaat, geen idee. Voordat ik het hier zo meteen helemaal schoon ga maken, wil ik eerst even mijn make-up kwast te gaan wassen. Dat is ook alweer een tijdje geleden. En dat is dus ook weer wel eens nodig. Ik denk dat ik nou anders heb. Hoe vaak doe jij je make-up kosten wassen? Ik ben echt heel slecht in, moet ik zeggen. 1 keer in de zoveel tijd denk ik, shit, het is wel echt nodig. Ik heb dit ding trouwens ooit gekocht een keer bij de Primark. Echt ideaal voor dit. Als het goed is, moet het bestand nu opnieuw zijn geëxporteerd. Dus ik ben benieuwd of hij het nu wel gaat doen. Eens even kijken. Oké. Nou, het exporteren is al gelukt, dus dat is top. Nee, nog steeds de fout. Ik snap gewoon niet wat ik fout doe. Echt niet. Het is trouwens vandaag 1 mei. En ik ben nu officieel een maand thuis. Dus ik heb net ook voor het eerst mijn inkomstenopgave opgegeven bij het UWV. Echt zo raar. Gewoon al een maand thuis. Als dat niet had gebeurd, had ik dit natuurlijk ook allemaal niet gestart. Maar het is wel bizar hoor. Moet ik zeggen. Ja. Moet je het maar van de positieve kant bekijken. Ja, soms is dat best lastig. Als je zo'n beetje thuis zit. De dagen dat Joris er is. Dan gaat het op zich wel. Want dan kun je af en toe tegen mensen kletsen. Wel tegen Joris kletsen. Maar als je zo een hele dag alleen bent. Net als nu. Dan vind ik het heel fijn dat ik jullie heb. En dat ik gewoon lekker bezig kan zijn met video's maken. Dan merk ik ook gewoon dat de tijd super snel gaat. Want een hele dag gewoon op mijn kont zit op de bank. Nee, dat is niet echt iets voor mij. Als laatste redmiddel ben ik nu maar even mijn
laptop aan het updaten. Die moet nog 20 minuten. Maar daar ga ik niet op wachten. Ik ga vast maar beginnen met filmen van de badkamer. Even mijn gedachten verzetten. Dan ben ik daar ook weer mee klaar. Ja. Alle spullen staan al klaar. Zo. Let's do this. Even een kleine behind the scenes, zoals ze dat dan zo heel mooi noemen. Ik ben denk ik halverwege met het schoonmaken van de badkamer. Ik wil jullie even laten zien wat rommel. Heel veel mensen zeggen, ja, nou je deze schoonmaakvideo's maakt, terwijl je huis ondertussen echt wel super schoon zijn. Ja, hetgeen wat je ziet op film is super schoon. Maar ja, het is niet zo dat jij één keer je slaapkamer schoonmaakt en daarna het nooit meer schoonmaakt. Dat blijft doorgaan natuurlijk. En hetgeen wat je op dat moment niet aan het schoonmaken bent, is echt een teringzooi. Zo ziet op dit moment mijn gang eruit. Daar staat wat. En daar in de slaapkamer staat de stofzuiger. Hier ligt van alles. Hier ligt heel de inventarisatie van de badkamer. Overal lege spullen. Dus ja, dit is de tussenstand. Ik dacht, ik laat het jullie even zien hoe het is, zeg maar, als ik niet aan het filmen ben, maar eventjes rusten aan een pauze ben, zeg maar. Zo, dat kwam er raar uit. Maar oké, je snapt wat ik bedoel. Ik ga weer even verder, want het is 11:15 en ik heb eigenlijk wel een beetje trek. Dus als ik nou een beetje doortrek, dan hoop ik rond 10:50 wel klaar te zijn. Zul je altijd zien dat het uitloopt, maar toch. Hè, het gaat om het idee. Let's go. Het was niet 1:00, zoals je ziet, dat ik klaar ben met schoonmaken, maar oké. Ik heb de vloer net geschopt, dus die gaat nu eventjes goed drogen. En dan hoef ik daarna alleen nog maar eigenlijk alles in te ruimen. En dan ben ik helemaal klaar. Dus ik ga nu eerst even een boterham eten. Ga van de honger. Warm! En trouwens, de computer heeft geüpdate ondertussen. Ik heb het nog een keer geprobeerd te exporteren, maar nog steeds dezelfde fout. Ja, ik weet niet wat ik fout doe. Nou ja, als je deze video ziet, dat betekent dat het goed is gegaan. En dat ik gewoon door ben gegaan met de rest filmen en exporteren. Maar ja, eerst even een boterham. Ik dacht dat het misschien wel leuk was om in deze video ook mijn recept en go-to dingetjes eigenlijk te delen. Die ik altijd doe voor de airfryer. Net als wij maken eigenlijk altijd aardappeltjes. Een soort van gebakken aardappeltjes uit de airfryer. Dus die ga ik nu heel eventjes met je delen. Ik begin altijd met het afmeten van de aardappelen. We hebben gewoon iets kruimige aardappelen. Volgens mij kan het eigenlijk gewoon met iedere aardappelsoort. Neem ongeveer iets meer dan 400 gram, zeg maar. Zo. Dit is trouwens voor twee personen. Ik heb nu ongeveer 450 gram aardappelen gepakt. Deze ga ik dan eventjes gewoon goed wassen met schil en al. Met een borsteltje doe ik ze even de buitenkant goed af als er zand op zit. En anders kan ik, als je van die dingen die je hebt die eruit groeien en zo, die kunnen dan deze haal je eraf met een borsteltje. Zijn er langere, dan doe ik die even met een mesje eraf halen. En ja, dan
doen ze eerst eventjes wassen. Ik heb gewoon zo'n nagelborsteltje eigenlijk die ik hiervoor gebruik. We weten dat deze alleen is voor de aardappelen te wassen. Dus die doen we niet nog voor andere dingen gebruiken. Ondertussen ga ik even de airfryer op zijn plek zetten. Die kan nog wel eens even warm worden. En ik zet hem op 160 graden. De snijplank en dan pak ik er ook een grote kom bij. Die kunnen ze dan mooi in zo meteen. Om ze snijden. Dit doe ik niet perfect hoor, gewoon blokjes maken. Deze schud ik eventjes door elkaar. Hier doe ik nu wat kruiden bij. Ik heb daarvoor wat currykruiden. Doe ik eigenlijk een beetje op gevoel. Het is maar net hoe sterk jij zelf de smaak wil hebben eigenlijk. Dan deze wil ik wel even goed laten zien. Olie met knoflook er al in. Wij deden eerst altijd zelf knoflook vers persen en erbij. Of toen hadden we ook een tijdje hebben van die geperste knoflook voor in de diepvries. En dan deden we zelf gewoon olie erop en dan wat knoflook erbij. Maar dit is eigenlijk 2-in-1. Je kunt hem krijgen bij de Action. Dat je denkt, huh, bij de Action? Ja, het is echt top. Als je hem opent, dan ruik je knoflook ook al eens. Heerlijk. Maar daar doe ik een scheutje van. Volgens mij is het ongeveer 2 theelepeltjes wat ik erbij doe. Omdat in de airfryer is, hoeft er maar heel weinig van gebruikt te worden eigenlijk. Ik zou sowieso wel wat gebruiken, want als je het niet gebruikt, dan blijft het aan het mandje plakken. Dat is niet echt lekker. Eventjes of ze allemaal een beetje een glansje hebben. Nou, dat is het geval. Dan kunnen ze de airfryer in. Dus eerst 12 minuten op 160 graden. Hoi. Hoi. Kijk wie we daar hebben. Precies op tijd. Hoi. Hallo. Hoe is het? Oké. Airfryer is klaar voor de eerste keer. Dan kunnen ze eruit. Dan pak ik ze even af. Omschudden. Doe ik ze terug in, zet ik even de temperatuur op 180 graden. En dan laat ik die alvast warm worden. En dan gaan we het vlees toch zo meteen opleggen als die warm is. Ja.
leg het vlees er gewoon bovenop. Het zijn twee hamburgers en die gaan nu samen met de aardappeltjes mee 10 minuten op 180 graden. Dat ze er goed uitzien. Ik denk wel zeker dat ze er goed uitzien. Nou, eet u smakelijk. Ik heb de happy hour van Dolfijn FM aanstaan met een livestream van Curaçao op YouTube. Dus, goed begin van het weekend. Zometeen krijgen we iemand op bezoek. Dus ik weet niet of ik dan veel nog ga filmen. Maar ik denk dat we op gepaste afstand een spelletje met elkaar gaan spelen. Een bordspelletje. Risk of Monopoly. Het is inmiddels na 12. Ik red het niet meer. Normaal lig ik al lang op bed. Maar ik heb natuurlijk vanavond niet echt veel gevlogd omdat we beneden bezoek hebben. De mannen zijn nog lekker gezellig aan het kletsen, maar ik ga nu slapen. Ik hoop dat je de video leuk vond. Als dat zo is, geef hem dan alsjeblieft een duimpje omhoog. En ik hoop je snel weer te zien in de volgende video. Doei!